Traditie binnen het geloof van de evangelische broedergemeente is dat de oudere generatie graag begraven wilde worden. Omdat het zo ook was in de tijd van Christus en de Egyptenaren. Predikante Lucia Antjes Breeveld gaf gisteren tijdens de laatste lezing over de rouwverwerking, rituelen en tradities bij de EBG aan dat mensen nu vanwege verschillende andere redenen ook gecremeerd wensen te worden. Maar er worden ook verschillende redenen aangehaald waarom men gecremeerd wil worden. Ik wil bij mijn moeder liggen. Echter wordt nog niet op elkaar begraven. Maar mijn urn mag wel ingezet worden. Dat ik weet ook. Cremeren is goedkoper. Ik wil niemand belasten om een graf schoon te houden. Ik heb geen kinderen. Ik wil niet dat mensen komen zeuren bij mijn graf. En dingen die mensen zeggen. Mijn moeder hield van reizen, dus na de crematie kunnen we haar as aan de monding van de rivier gaan strooien en gaat ze zo de wereld over. Het gaf rust aan twee jonge tieners die in het buitenland woonden en niet bij de crematie van vader konden zijn. En toen zijn as werd uitgestrooid, zeiden ze zelf: het water zal hem bij ons brengen, dan kunnen we afscheid van hem nemen. Naar zeggen van Antjes Breeveld vinden nabestaanden het moeilijk met de laatste wensen van de overledene. Traditiegetrouw wordt dit binnen heel veel groeperingen anders aangepakt. Maar we doen het toch. Omdat de omgeving, de sabiman en de ervaring deskundigen zeggen dat ze het maar beter kunnen doen wat ze erachter zetten, niet het niet. Ik heb ook een eigen ervaring. Mijn peetmoeder was van die kering. Ze had één dochter en die dochter was in Holland getrouwd, had daar het gezin. En had eigenlijk niets met Suriname. En ze ging de laatste jaren in die kering wonen, want ze wilde gecremeerd worden op Sliedijk. En als het is uitgebrand, is ze met een schop bezig. Er schept het in een emmer en het wordt bij de sleus gegooid. Zal u eerlijk zeggen, ik heb de hele dag niet geslapen. Ik vond het zo onverschrikkelijk ding dat zo'n waardevol mens op die manier wordt opgeschept met een schop in de emmer. En ze gingen maar op en neer om het te gooien bij de sleus. De verschillende lezingen zijn gehouden in verband met de viering van de augustusmaand, oftewel de hernuttersmaand. Naast de lezingen was er ook een expositie met hetzelfde onderwerp, allemaal gehouden in de Rust en Vrede Kerk aan de Gemenelandsweg.